gemaakt, is de problematiek die er speelt. Ik bedoel, ik geef om deze meisjes en ik ga de wijken in en ik heb met hun gesproken vooraf en hele fijne gesprekken vooraf gehad en gevraagd van oké, weet je, hoe ziet jullie leven er dan uit? Ik weet nog zo goed mijn eerste gesprek hoe dat ging, want ik had zoiets van heel erg, wat een leuk en lief meisje ben je eigenlijk en ik geloof niet dat dit een onderdeel is van je leven. Maar jullie zitten echt allemaal te kijken van wat... En ze zijn boos op mij, want waarom zijn ze boos op mij? Monica, wat is jullie woede? Waarom zijn jullie boos op Mildred? Mijn woede is dat Mildred een dikke poppenkast speelt. Een dikke poppenkast. Maar leg dat eens goed uit. Want jullie hebben meegewerkt aan de documentaire, dat kunnen we zien. Ze heeft jullie ook geïnterviewd, gaan we straks ook iets van zien. Waar zit nu de woede? Wat zit jullie niet lekker? Wat ons niet lekker zit, is dat Mildred ons helemaal om de tuin heeft geleid met een contract. Wij zouden mee mogen werken aan deze hele documentaire montage. Is niet gebeurd. Mildred heeft ons allemaal beloftes gedaan die ze niet is nagekomen. Ze heeft van een zogenaamd positief verhaal, want het zal gaan over rappen, zingen, dat we ook positieve dingen doen, dat we ook naar school gaan. Je kan je hoofd schudden, Mildred. Ik weet waar ik het over heb. Kortom, is dat ook allemaal? Ja. Je hebt die hele ding veranderd. Je hebt het helemaal anders gedaan dan het eigenlijk hoort te zijn. Nou, het enige wat ik kan zeggen is dat ik zeg maar die discussie niet met jullie ga voeren nu. Nee. Ik heb met al jullie moeders gesproken. Ik heb met jullie vooraf gesproken. Ik heb met jeugdzorg gesproken. Ik bedoel, het is gewoon een heel duidelijk verhaal. En verder is het zo is dat jammer. Ik niet alleen... Het is wel jammer heel erg jammer, dat de meisjes wat er met gebeurt, wie je gewerkt hebt zich niet herkennen. Maar dan gaat het helemaal niet om Matthijs. Kijk, waar het om gaat is dat ze zich juist wel heel erg in de documentaire herkennen. Maar dat ze een spiegel hebben voorgekregen. En daar zijn ze niet, van man. Geschrokken. Kijk, we zouden 5 dagen filmen, toch? Ze hebben maar 3 dagen gefilmd. Zeg maar nee, want het is wel zo. Hey, lieve schat, we hebben afspraken. Laat mij nu uitpraten, dan niet meer praten, Jan. Er zitten andere mensen. Laten uitpraten. Laat je professioneel gedragen, alsjeblieft, en je mond gewoon dicht houden. Sorry dat het maar ik zei. Nee, dames, maar even rustig zitten. Je hebt net je woord gehad, toch? Sorry. Hebben wij het woord, toch? Tuurlijk, ga je gang. Dus kijk. Er zou 5 dagen gefilmd worden, dat werden er 3. Ja, maar dat is nog misschien niet het ergste. Wat ik me zou kunnen voorstellen, is dat jullie... Maar hoe zit mijn ouders dit? Hoe zit mijn tv over? Kijk, het komt heel negatief over. Terwijl het positief moest overkomen. Oké. Maar dan heb ik een vraag, want ik was niet bij de voorbereiding. Ik heb gewoon gekeken. Nee, maar laat mij even iets vragen. Ik zie, jullie geven een interview aan Mildred. Daarin spreken jullie openlijk over het leven wat jullie leiden. Over de vechtpartijtjes die af en toe voorkomen. De vechtpartijen die af en toe voorkomen. Dat is dus gewoon allemaal gebeurd. Daar waren jullie bij. Ik zou me kunnen voorstellen dat jullie zeggen, ja, maar we hebben gerapt. We zijn naar school geweest. En dat zien we allemaal niet. Is daar iets voor te zeggen, Mildred? Ja. Dat je iets hebt uitgepikt en andere dingen hebt laten liggen. Daar is niks over te zeggen. Ik ga niet in discussie over... We zitten hier niet bij elkaar. Nee, ik moet wel een beetje in discussie. Ik kan in discussie gaan. Ik kan zeggen van wat jullie nu zeggen, dat klopt niet. Ik heb gelukkig allemaal andere mensen met wie ik dit samen heb gedaan. Ik ben niet de enige die met jullie... Waar gaat het hier nou om? Wat willen jullie nou? Ik vind jullie leuke, lieve meisjes. Dat wist je toch? Daar gaat het niet om. Je wist het niet waarom om het verhaal heen. Tegelijk, anders verstaan we niks. Wie gaat eerst? Praat jij. Zondag zou dat ding uitgezonden worden, toch? We wouden het niet. We wouden niet meer. We hadden het gezien. Onze reactie erop was niet goed. We zouden helemaal niet dit worden wat je dit allemaal ziet. Kijk, we zijn niet een van de liefste meisjes. We doen onze dingen ook. We hebben ook onze slechte kant. Maar wat dit plakt alleen maar al die goede dingen. Weet je, als je die camerabeelden erbij haalt. Is het zo dat jullie het gevoel hebben dat één klein deel van je leven is benadrukt en alle andere dingen niet? Het negatieve beeld is te groot. Alsof we alleen maar dat doen. Nu mag Mildred iets zeggen. Zit daar misschien iets in? Nee, daar zit helemaal niks in. Wat ik wil zeggen, is als ik maar had gedacht... Kijk, dit is een documentaire van 25 minuten. Als ik maar een klein beetje had gedacht dat dit overtrokken was geweest, dan was dit niet gebeurd. En ik neem niet in mijn eentje deze beslissingen. Ik maak een documentaire. Ik ben de regisseuse daarvan, dat klopt. Mm-hmm. Ik ga de montage in. Ik werk met een researcher. Klopt het dat elementen als rap en school gaan? Nee, dat klopt niet. Opgenomen zijn maar niet twee. Wacht, stil. Dat klopt toch? Nou ja, sorry, maar ik heb geen zin om mij eromheen. Nee, ik praat er niet omheen.
Maar lieve schatten, luister nou heel eventjes. Wat er is afgesproken met jullie, is dat, dan ga ik nu even zeggen waar het op aankomt. En ik ga me niet zo door jullie te kakken laten zetten. Maar wat er is afgesproken met jullie, is dat al jullie zaken die jullie hebben uitgesproken, al de criminele dingen die jullie aan mij hebben verteld, dat ik die niet zou uitzenden, wat jullie niet zijn opgepakt. Dat is er gebeurd, snap je? Want als je met... Nee, maar daar zal het over gaan. We gaan even kijken, want dan weten we nog beter waar we praten. Kijk, ik ben... Laat niet maar uit. Nee, dat is zijn show, man. Ja, zijn show. We luisteren even naar Milde. En dan gaan we echt even kijken naar een stukje uit de documentaire. Ik ben hier niet aan tafel aangeschoven om, zeg maar, mijn integriteit te bespreken. Kijk, als dat zo is, dan stap ik nu gewoon gelijk op. Dat meen ik serieus. Ik heb een probleem. Ja, dat doe ik zo. Maar Milde, ik heb een probleem in kaart willen brengen. De vraag bij het maken van een documentaire. Het probleem is dat er in Amsterdam 200 meisjes, zeg maar, rondlopen. Meer dan 200 meisjes waarmee het slecht gaat. Maar Milde, en voor dat meisjes... Milde, de vraag bij een documentaire is toch van, stel dat een deel van het leven van deze meisjes daaruit bestaat. Ja. Als je alleen dat laat zien en niet die andere dingen, dan schets je toch ook een verkeerd beeld. Nee, ik schets helemaal geen verkeerd beeld. Ik schets nog een heel lief beeld. Lief. Is dit lief? Lief. Noem je dit lief? Nou, ik zeg, als wij, zeg maar, het beeld wat ik er allemaal niet in heb gemonteerd had meegenomen, dan waren de rapen... Laten we even kijken naar een stukje uit de documentaire. Ja, laten we nog eens terug. Het was echt zware mishandeling, maar hun werpen pogen tot moord of zo, maar ik was 12. Ja. Oké, ik heb de eerste katten voor laten eten. Heb ik het gefilmd. Oké, toen heb ik er... heb ik er met de riem geslagen en zo. Met die vork en met die gesp. En zo. Ja, ik ben er gevochten, ik heb er gebeten, ik heb haar uit de hoofd getrokken. Ik heb er gewoon zwaar mishandeld, ja. Gewoon, ze verdienden het. Ik ga niet zomaar shit over mijn moeder praten. Ja. Nou, hier moeten wij niet om lachen. Dat kan toch niet? Ik moet lachen omdat ik mijn gezicht voor de miljoenste keer op een scherm zie en ik kan het gewoon niet geloven. Maar snap je wel wat Mildred hier probeert te doen? Dat zij ook Mildred probeert te laten zien dat er problemen zijn. Te laten komen. Kijk, ik heb het vroeger. Ja, ik heb het gedaan. Hier heb je geld. Het gaat haar om kijkcijfer. Het maakt haar niet uit of ze onze levens kapot maken of niet. Misschien kan ik straks eens normaal in de winkel broodje gaan kopen. Ja. Maar snappen jullie wat zij probeert? Dat ze probeert ook iets aan de kaak te stellen. Van er gebeurt iets in sommige wijken. Zij heeft ons gewoon met leugens erin geluisterd. Weet je nog het eerste gesprek wat ik samen met jou had? Didi, weet je nog het eerste gesprek wat ik samen met jou had? En met Renske had, met de researcher had? Dat wij gewoon naar jouw verhaal hebben geluisterd. Het gesprek dat je hebt opgenomen met je iPhone? Dat we hebben... Nee, dat gesprek dat is gewist, toch? Want dat hebben jullie toch... Nee. Ik heb het over het begin. Dit kunnen wij allemaal niet meer volgen. Maar wat ik echt jammer vind... Want ik, weet je, ik wil jullie op geen enkele manier kwetsen. Wij zijn met elkaar het gesprek aangegaan. Mijn lieve schat, ik heb van tevoren... Wat zijn al die positieve dingen wat we hebben opgenomen? Waar zijn wat voor positieve dingen? Toen ik met jullie naar school wilde gaan, toen ik met jullie wilde rappen... Nee, maar luister, jullie wilden helemaal niets. We wilden niet. Jullie waren er niet. Drie dagen. Wat is dat? Sorry. Hé, Mildred. Ik wil niet. Je draait het omheen. Beste meisjes. Nee, dat niet. Ik ga toch niet een Welles niet. En dat heb ik ook van tevoren afgesproken. Dat ik hier niet kom voor een Welles niet. Ik heb geprobeerd. Ik stel jou nu een vraag. Kijk, de meisjes schrikken van het beeld dat er geschoten. Nee, maar dat kan ik me voorstellen. Ik zou er zelf ook van schrikken. Tuurlijk. En nu? Waarom doe je dit ons dan aan? Waarom doe je dit dan ons aan? Waarom? Waarom? Geen antwoord. Waarom? Waarom doe je dit ons aan? Ja. Omdat jullie staan voor een grotere groep meisjes. Laat ik jou de laatste vraag stellen? Want dat blijft een beetje boven het gesprek hangen, behalve de teleurstelling. Ja, sorry, maar ik vind het echt heel erg wat er nu gebeurt. Maar ik heb de vraag niet gesteld. Wat er blijft hangen is, er is veel opgenomen, ook de leuke dingen als samen rappen. En dat heb je niet ingenomen. Of is dat niet opgenomen? Dat is niet opgenomen. Zij liegen hier keihard. Ik heb met hem... Jij mag zelf nog meer dan... Sorry.
Nee, mag heel even, Matthijs, heel eventjes. Daar zit met de cameraman, geluidsman zit hierboven. De producent en de research zitten hierbij. Die weten allemaal. Ja, hier is de cameraman. Nee, maar ik wil het heel even. Nee, ik wil dit even recht trekken. Dit is de cameraman. Gewoon heel even vragen of wij op school hebben gefilmd, of wij rap hebben gefilmd. Heel eventjes. Dit wil ik echt. Dat hebben we niet gefilmd omdat je de laatste. Dit is de laatste halve minuut. Het was heel moeilijk om te filmen met de dames. We hebben geprobeerd iets moois, positief te maken, maar dat was gewoon geen afspraak te maken. Dus dat was heel moeilijk. Nee, we waren elke keer als dat op toe kwam dat we dat gingen doen, dat was gewoon geen tijd. Jullie hadden geen zin, dus dat wij zijn niet aan toe. Ja. Jullie hadden geen tijd. Jullie moesten zogenaamd weg met jullie auto's. Wij hebben onze werktijden. Wij moeten ons aanhouden. Jullie hebben jullie werktijden, maar jullie laten ons vallen en komen met negatieve shit op beeld. Nee, we hebben gewoon 2 dagen met jullie gelopen dat we gewoon bijna niks hebben gedaan. Omdat jullie daar geen zin in hadden. Ik ga nu stoppen. De eerste aflevering van Rauw en Puur is zondag te zien om 4:10 op Nederland 2. Deze mensen hier komen. Straks muziek van